Al 34 jaar prijkt Philips op het PSV-shirt. Dat dit nu gaat veranderen, komt bij de echte supporters hard aan. Zolang ik een seizoenkaart heb, staat Philips op de borst. Daar zijn we ook wel trots op. Hè. De band tussen de stad, de band met PSV en Philips, dat is eigenlijk een soortement van drie-eenheid. En het voelt een klein beetje alsof daar één pijler onderuit getrokken wordt. Ja, ik schrik er eigenlijk wel van. Ja, ik weet niet beter dan dat het Philips is. Ja, ik vind het niet leuk. Ben niks anders nooit gewend geweest, hè? Jammer. Ja, zeer is denk ik een heel groot woord, maar ja, ik vind het gewoon heel jammer. Ik vind het heel jammer. Dat is, dat kan ik niet onderkennen, ja. Vannacht werden er zelfs ruiten ingegooid bij het PSV-stadion. Ook werden er onder meer shirts meegenomen. Of dit te maken heeft met het terugtrekken van Philips is nog de vraag, maar het is bijna te toevallig. Het lijkt me logisch dat inderdaad PSV-supporters de eigen club niet bestelen. Maar wij wachten af waar de politie mee komt en wie de dader en de daders is. En laten we hopen dat dit uiteindelijk opgelost wordt. Nou, als ik de reacties hoor en lees, dan hebben heel veel mensen daar heel veel moeite mee. En Philips is ook is een onderdeel van de identiteit. Ook van supporters. Frits Philips is een van onze iconen als het gaat over ook de bekendste supporter. Elke wedstrijd wordt hij toegezongen. Ja, dat zegt iets over de verbondenheid die fans hebben met Eindhoven, maar ook met Philips. Ja, dat doet iets met fans. En dat merk je ook in de reacties die ik tot nu toe heb gekregen. Bij PSV-dekwet staat ook Philips op. En ja, ik heb eigenlijk heel veel van Philips op mijn PSV. Dat is gewoon heel erg jammer dat je gewoon de afbreuk van Philips. En dat wordt hiermee krijgt een gezicht. En dat is jammer, vind ik tenminste. Ja. Philips gaat nog heel eventjes mee. Maar op het shirt van dit jongetje is al plek voor een nieuwe sponsor. Wat moet er volgens jullie opkomen te staan? Gewoon terug Philips. Ik denk VDL zou mooi zijn. Misschien wel Bavaria. In ieder geval een bedrijf hier uit het zuiden. Zou ik erop zetten. Ja. Als Philips er niet meer op kan staan, denk ik Rabobank. En waarom? Nou, bij Philips werken mijn moeder en bij Rabobank werkt mijn vader. Dus. Welke sponsor het ook wordt... Eén ding blijft natuurlijk het belangrijkste. Nou ja, we zijn kampioen en dat verandert voorlopig niet. Dus dat is het belangrijkste.